Een kans zoals deze, die krijg je eigenlijk nooit weer zo. Dat je in het groen, ecologische zone, met natuur, met gezonde producten. Je mag mensen hun vak leren. Je mag lekker koken. Je mag mensen verwennen. Wat wil je nog meer? Ja, en dan krijg je dus dit. Dat is alles losgetrokken. Gipsplaten zijn er vanaf. De leidingen zijn eruit. De kachels zijn eruit gesloopt. Hoe dom kan je zijn? Hout. Er zijn stukken steunbalk zijn er gewoon tussen uitgezaagd. Maar dan krijg je dit. Moet je kijken. Het is toch ongelooflijk? Gewoon. Doe me gewoon pijn. Het is hier echt een ravage, alsof er een bom is ontploft. Ik vind het een schande dat het stadhuis dat heeft toegestaan, of toegelaten, om het zo maar even te zeggen. Die mensen uit het stadsdeelkantoor die komen hier ook buiten. Nou, blijkbaar zijn ze hier gewoon langs gefietst. En is er nooit bij iemand een alarmbelletje afgegaan. Joh, wat zijn die mensen daar aan het doen? Nou, het is verschrikkelijk. Dus het zou niet meer als terecht zijn dat zij meehelpen om dit een mooie plek te maken voor de buurt. Als je hier over een jaar terugkomt, dan hoop ik dat je hier een soort van kleine greens in de park. Dus een kas, een zorgtuin en een restaurantje waar je eigenlijk gewoon de groenten uit de grond plukt en zo binnen een kwartiertje op je bord vindt. Nog heel wat werk te gaan. Ja, dus als je het niet erg vindt, ik ga weer even aan de slag. Succes! Dankjewel!